wou een Ultimate Team Draft, maar ik kan dan één playstyle zien. Formatie. Waar gaan we voor? 4-3-3. Controlerend. Oh, dit gaat heel moeilijk worden. Ik wil niet de gouden kaarten, want ja, ik kan duidelijk zien dat het gouden kaarten zijn. Deze laatste kaart heeft maar 1 playstyle plus en deze heeft er 3. Weet je, deze heeft de meeste playstyles. Laten we voor deze gaan. Zodra we de draft hebben gemaakt, ga ik 1 potje FC24 spelen. En als ik verlies, discard ik 1 speler voor elke goalverschil waarmee ik verlies. Oh ja, en ik krijg de spelers die ik heb gekozen pas te zien aan het einde van de draft. Huh? Dit wordt interessant. Rechtsbuiten. De playstyle plusjes hebben dus een klein plusje naast hun playstyle staan. Dus hier bijvoorbeeld Flare Plus. Dus ze willen kaartjes met dat. Maar deze blauwe, wat is blauw? Is dat Fantasy? Die heeft dus 2 playstyle plus, nog 2 normale playstyles en dan nog 3 meer. Dat zijn er gigantisch veel. En deze heeft voorzetheld en razendsnel. Dus ik heb wat pace nodig voorin. 2 spelers staan en het begint ergens op te lijken. Alleen we zijn er nog lang niet. Hier bijvoorbeeld, de laatste speler heeft 3 playstyle plus. En ik denk dat dat gewoon het belangrijkste is op dit moment. Ik heb geen idee wat voor type kaarten het zijn. Dat is ook nog een ding. We hebben trucendoos plus. Dat is dus waarmee je heel veel trucjes kan doen. Razendsnel en powershot. Dus hij is snel en kan heel snel heel hard schieten. Deze heeft geen playstyle plus. Acrobatisch. Daarmee kun je bijvoorbeeld een Haaland goal maken tegen Dortmund. En deze heeft powershot plus quickstep. Dus hij is snel weg. En eerste aanname plus. Dus zijn eerste aanname is goed en hij kan hard schieten. Ik denk dat dit de man voor ons is. En hij geeft 2 teamgeest. Want aan het einde van de draft moet ik 30 teamgeest hebben. En red ik dat niet, dan start ik dus de wedstrijd met een 1-0 achterstand per teamgeest dat ik er vanaf zit. En dat kan best pittig zijn, aangezien ik de spelers niet eens kan zien. Center mid. Vliegenier plus. Deze heeft er 3. Deze heeft er ook 3. Dit is meer een verdedigende middenvelder. Dit is meer een... Ja, deze kan eigenlijk alles. Dus we moeten gewoon voor deze gaan. We gaan voor de andere center mid. Op deze manier komen we er wel doorheen. Deze heeft powershot plus. Paas in de ruimte en dode bal. Terwijl de rest niet heel speciaal is. Deze heeft geen playstyle plus. En deze heeft er maar 1. Soms zijn keuzes heel snel gemaakt, maar soms moet je er ook even wat langer over nadenken. Deze heeft bijvoorbeeld 3 playstyle plus. Terwijl de rest... En niet zo heel bijzonder is. We gaan voor onze linksachter. Ik zie Tiki Taka voorzethelp technisch. Voorzethelp blokkeren. Deze heeft er 3. Dus dan is het kiezen tussen de eerste en de derde. En deze heeft plus 6 meer playstyles. Dus ik denk dat we daarvoor moeten gaan. En deze playstyles zijn een stuk beter. Deze hebben allemaal geen playstyle plus. Dus dan maakt het niet zo heel veel uit. Laten we dan eentje met een kleurtje kiezen deze. Wat voor challenge moet ik hier nadoen? Laat het even weten in de reactie. En ik denk dat we nu moeten gaan voor de allerlaatste. Want die heeft 4 playstyle plus. En nog 6 daarna. Rechtsachter. We hebben nog 2 spelers te gaan in ons basiselftal. Laten we gaan voor voorzetheld onderscheppen met dogeloos of sliding plus, quickstep plus onderscheppen plus. Dit is meer een centerback en dit is wel echt een winger. Dit kan iedereen zijn. Ik wil voor deze gaan. De laatste in ons team is een keeper en die hebben eigenlijk geen playstyle plus, maar wel heel veel playstyles. Deze heeft er bijvoorbeeld 5. Hetzelfde voor deze. En ze zijn eigenlijk precies hetzelfde. Dus laten we gewoon voor deze gaan. Het team is af. We hebben tot nu toe 24 teamgeest. Gelukkig hebben we nog een hele bank om aan te vullen. En dat is nodig om die 30 teamgeesten te behalen, want op dit moment staan we 6-0 achter. Onderscheppen plus, technisch plus. Laten we gaan voor de verdedigende speler. Het punt is, op dit moment kan ik ze ook niet in mijn team zetten, want ik heb geen idee waar deze spelers moeten komen te staan. Dus we moeten echt wachten met het bouwen van een team totdat we klaar zijn. En dan pas kunnen we, zeg maar, gaan kiezen. Ik sta plus, meedogenloos plus of razendsnel plus dan maar. Oeh, deze heeft er 2. Deze ook. Deze heeft er 3. En deze heeft er 3. Scherpe paasvlieg niet onderscheppen. Powers, geplaatste bal en springveer en kopkanon. Deze kan alles in de spits. Normaal ben ik niet echt bezig met de playstyle plus van een speler. Dus dat maakt het ook lastig om te kiezen. Ik wil hier gaan voor quickstep plus. Deze heeft er 1. Deze heeft er 3. En deze heeft er 3. Dit ziet eruit als een goede verdediger. Dus we gaan voor de laatste. Verdedigers hadden we namelijk nodig voor onze teamgeest. Maar we zoeken ook nog steeds een rest buiten. En hier hebben we niet zoveel aan. We gaan voor deze. De geplaatste bal is gewoon mijn favoriete speelstijl dit jaar. Wat is jouw favoriete speelstijl? Laat het even weten in de reacties. Technisch plus, quickstep plus en boogballetje is wel heel sterk. En hij is de enige met 3 playstyle plus. Al is deze geplaatste bal en powershot maar wel plus 6. Plus 6 is echt heel veel. Ik wil toch voor degene gaan met de meeste playstyles. Technisch plus. Deze heeft niks. Deze heeft niks. Paas in de ruimte plus. Ja, we gaan voor technisch plus dan. Ik hoop dat we genoeg spelers hebben om het team te kunnen fixen. Laten we gaan voor degene met de meeste playstyles hier. Dat is de laatste. Deze heeft er 2. Deze heeft er 3. Voorzet helder.
razend snel en afdekken. En deze quickstep plus meedogenloos en flair. Het flair maakt me eigenlijk niet zo uit. Afdekken kan een rechtsback, linksback of een centerback zijn. Dan gaan we voor hem. We zijn bijna aan het einde van het team en hier hebben we niks aan. Geef me nog een goede keeper. Kom op, ik weet niet of we nu een goede keeper hebben namelijk. Deze heeft er 4. Die gaan we nemen. Het team is af en nu gaan we kijken wie we in ons team hebben. En of we die 30 teamgeest kunnen halen. Dat is de vraag. Deze is niet zo heel slecht. Wie is dit? Zambrotta. We hebben Frimpong. Die wil ik in ieder geval spelen eigenlijk. Ribéry op links. Dat is al plus 4. We hebben ook nog een Vieira hier. Podolski. Was dit die spits die zo goed was? Mauro Icardi is onze spits. En die heeft goede playstyle plus oprecht. Ik denk dat dit een hele goede spits is. Dit is het team wat we uiteindelijk hebben gemaakt. Goed, in ieder geval, het is matchtime. En dat betekent dat we 1 potje FC 24 gaan spelen. En met elk verschil waarmee ik verlies, als ik verlies, zoveel spelers moet ik discarden. En dat wil ik niet van dit team, want er zitten best wel dure spelers in. Ik moet zeggen, we kregen 1 teamgeest van de manager. Als ik nu Frimpong erin zet en hun draai, dan mag het wel. Hey, let's go! Ja, iedereen heeft een bizar team. Denk je dat het Frimpong? Oh, die trainer staat aan. En al heel snel was het raak. McAllister, tussendoor gestoken. Daar komt Mauro. Icardi 1-0. Nu kan ik de trainer eindelijk uitzetten. McAllister, tussendoor. Icardi naar binnen. Klaarleggen en afmaken. Vieira. Redding Chevalier. Oh, tussendoor. Busquets. Icardi. Klaarleggen voor McAllister. Oh, Kelly. Voorzet richting Vieira. Chevalier. Oh, tussendoor gestoken van Vieira richting Mauro. Icardi. Ballack. Milito, schot geblokt. Bal nog niet weg. Milito, weer geblokt. Busquets, Frimpong. 1-2'tje met Icardi, Jeremy Frimpong. En die is snel. Jeremy Frimpong, zelf. Kelly, hoge bal richting Icardi. Die legt hem terug, daar is McAllister. Nee, Ribéry. Tussendoor, Icardi. Gooit hem voor, daar komt Chloe. Kelly mist de bal. Frimpong tussendoor, Icardi. Nog een keer, daar is McAllister. Daar is Chevalier. Ik heb geen idee wie de keeper is, maar op een of andere manier houdt hij alles. Maar dan krijgt mijn tegenstander 1 kans. En die gebruikt hij gelijk goed. Oh, Ballack voorbij iedereen. Daar komt Michael Ballack. Kampels zit mis. En dan is het gelijk. Maar kort daarna breken we door. Icardi naar Zambrotta. Zambrotta, 2-1. Vieira draait, klaarleggen. Daar is Icardi, nee. Zambrotta, voorzet is hard. Sergio Busquets. Kelly, tussendoor naar Mauro Icardi. Icardi gaat om zijn man heen. Mauro Icardi, daar is Chevalier. Vieira, Icardi. Vieira uit de draai, weer die Chevalier. Die Pelé tussendoor naar Milito. Kan Milito het afmaken, daar is Campos. Bal nog niet weg, Zambrotta. En dan Campos. Kelly. Klaarleggen, daar komt McAllister om de keeper heen. Nee, van de lijn gehaald door Arambodu. Pelle. Voor de laatste keer deze wedstrijd. Abedi Pelle. Kan die er wat van maken? Gooit die bal voor. Daar is Milito. Daar is Campos. En die wordt weggewerkt. En dan is de wedstrijd voorbij. En winnen we 2-1. Gelukkig hoeven we dus niemand te discarden. Maar gewoon voor het geval dat we iemand moesten discarden. Wie zou het zijn? Hey Siri, kies een getal tussen de 1 en 11. Het antwoord is 11. 11, dat is onze spits Mauro Icardi. Deze kaart is toch een kleine 80.000 munten. Dus ik ben blij dat we die niet hoeven te discarden. Bedankt voor het kijken. Wat voor challenge moet ik hierna doen? Abonneer even als je dat nog niet hebt gedaan. En klik hier als je nog een video wil zien. Doei!